Het werk is stilgelegd op Shipyard Peters. Het lijkt onvoorstelbaar. Een modern, goedlopend bedrijf dat plotseling dreigt om te vallen. Ik hou mijn hart vast, ja, voor de mensen. En zeker omdat het een mooie werf is met veel toekomst. En dat mag ze toch niet verloren gaan, ook niet voor kamp. De directie kan of wil niet reageren op de huidige problemen. FNV-bondgenoten had gisteren wel een gesprek met de directie. De huidige problemen zouden zijn ontstaan door een financieringsprobleem bij de opdrachtgever voor een grote coaster die op dit moment op de werf ligt. Ja, we zijn gisteren dus geïnformeerd door de directie, hè, dat ze stoppen met het bouwen van het schip waar ze nu mee bezig zijn. Omdat ze discussie hebben over de financiering. En vandaar dus ook de mensen naar huis hebben gestuurd. Peters, hier op Archiefbeeld, is een bedrijf dat goed bekend staat in de markt. De werf bouwt moderne, zuinige schepen en is vernieuwend. Maar bij de bouw van dit soort zeeschepen gaan zulke enorme bedragen om dat de eigen reserves niet genoeg zijn om klappen op te vangen. Daar is wel een fonds voor in het leven geroepen. Maar de FNV constateert knarsetandend dat het fonds in 9 jaar tijd nog geen cent heeft uitgekeerd in dit soort gevallen. We hebben 1 miljard grondstellingen voor scheepsbouw. En in de crisistijd is daar nog nul we hebben daar nog nul keer beroep op kunnen doen, omdat banken dat afhouden. Dus het moet niet in uitvoering zijn bij banken, maar het moet echt in uitvoering zijn bij overheden. Zo'n 100 vaste personeelsleden zijn gisteren naar huis gestuurd. De directie is samen met de opdrachtgever nog hard op zoek naar een oplossing, maar die is nog niet in zicht. Als die niet snel komt, kan het leiden tot het faillissement van een verder kerngezond bedrijf. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Dat is best wel realiteit, ja. Zo erg is het, ja. Op basis van regelgeving.